van 286 bloeddonoren heeft van de regering de erkenning gekregen voor haar jarenlange nobel werk. Op zondag 19 december 2021 zijn deze vrijwilligers door president Chandrika Prasad Santokhi gedecoreerd. Het staatshoofd legde er de nadruk op dat de bloeddonoren met hun daad van medemenselijkheid vele levens redden. Uitvoeringgevend aan de wet van de ereorde van de gele ster en van de ereorde van de palm worden eervolle onderscheidingen gaarne door mij verleend aan staatsburgers die zich op een uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt jegens land en volk. Blijk hebben gegeven van beproefde vaderlandsliefde met bijzonder ijver en trouw hun burgerplichten vervullen. Maar ook bijzonder verdienstelijk zijn geweest op gebieden van onder meer wetenschap en kunst. Personen die voldoen aan één of meer van deze criteria kunnen in aanmerking komen voor één van deze ereonderscheidingen van de Republiek Suriname. Bloeddonoren, een groep met een specifiek karakter, hebben een bijzondere benadering. Het doneren van bloed is immers mensenliefde. En het is een edelmoedige daad van solidariteit, burgerzin en hulpvaardigheid. Veel mensen beseffen niet of nauwelijks hoeveel levens worden gered door het doneren van bloed. En nu, met COVID-19-pandemie, is de drang naar veilig bloed des te nijpender geworden. Veilig bloed, noodzakelijk voor een hogere levenskwaliteit, voor behandeling van gewonden bij ongevallen, voor slachtoffers van natuurrampen, voor nog onnoemelijk veel noodsituaties die zich kunnen voordoen en die gepaard gaan met veel bloedverlies. Met het bekende prikje in de arm wordt van u, bloeddonoren, bloed getapt om daarmee een aantal mensen meer kracht te schenken om een ziekte terug te dringen. Maar meer nog, een leven te behouden dat anders niet te redden was. Het prikje is gauw vergeten, maar het warm gevoel van binnen dat u weer een goede daad hebt verricht jegens uw naaste blijft voortleven en wordt in ieder geval opgetekend door een schepper in wiens oog geen enkele liefdesdaad ontglipt. We mogen daarom weer eens onze dank uitspreken aan het adres van de Stichting Nationale Bloedbank van het Surinaamse Rode Kruis, die ons sinds 1940, dus 81 jaar lang, van veilig bloed voorziet. En daarmee een onschatbare bijdrage levert in het redden van mensenlevens. Het is mij ook bekend dat het donorenbestand van de bloedbank bij lange na niet voldoende is. De roep naar vrijwilligers blijft aanhouden en dan niet alleen als vrijwilligers voor het geven van bloed, maar ook voor vrijwilligerswerk ter verlichting van de legio-taken van de stichting. Ik maak daarom van deze gelegenheid gebruik en roep de samenleving op, vooral de jongeren, om zich aan te melden bij de bloedbank, om ook jullie deel te leveren in het proces van medemenselijkheid. Elkaar helpen is het mooiste geschenk dat iemand een ander kan geven en dat is waar bloeddonoren voor staan. Helaas is het vaak zo dat pas als men zelf in nood verkeert, men het belang van bloedgeven erkent. Laat het niet zo ver komen. U
als bloeddonor geeft in elk geval het goede voorbeeld. Uit de informatie die ik heb ontvangen blijkt dat velen van u decennia lang deze daad van liefde belangeloos vervullen, wat betekent dat u geen vergoeding daarvoor ontvangt, althans niet in stoffelijke vorm. Want het feit dat u met bloed geven een maatschappelijk nuttig doel dient, mag zeker als een vorm van beloning op zich worden gezien. Met deze hoogste beloning krijgt u uiteindelijk van de Schepper zelf, die rijkelijk zegent en ieder beloont die in woord, maar vooral in daad, zijn medemens tot steun is. En de realiteit is, dames en heren, hoe meer u geeft, hoe meer u ontvangt. Het is daarom goed te weten dat er vandaag mensen onder u zijn die 60, 90 en zelfs 100 keren en meer hun kostbare bloed hebben gegeven voor dit nobele doel, wat onze lof verdient en onze aanbeveling onderstreept. Ten slotte nog, morgen, 20 december, is de Verenigde Naties Internationale Dag van Menselijke Solidariteit. En ik vind het een uitermate geschikt moment aan de vooravond van deze gedenkwaardige dag bloeddonoren te eren die het levensbelang van een ander erkennen. Die zich solidair daarachter scharen en de rol van hulpverlener invullen door het geven van bloed. Dames en heren, in het bijzonder de bloeddonoren. Ik dank u nogmaals heel hartelijk voor deze nobele daad. En het is mij als grootmeester van de ereorde een genoegen u vandaag te benoemen, dan wel te bevorderen in een der klassen van de ereorde van de Gele Ster. De klasse van uw ereonderscheiding is als van ouds verbonden aan het aantal keren dat u bloed hebt gegeven. Tegelijkertijd feliciteer ik u van harte met deze bijzondere waardering, u toegekend door de Republiek Suriname, in het vertrouwen dat u met dezelfde geestdrift deze daad van hulp aan uw medemens zal voortzetten tot heil en zegen van ons geliefd land en volk. Gado de vi fesimang, ook in de strijd naar een menselijke solidariteit. En hoe kan het ook anders dat deze decoratie plaatsvindt aan de vooravond van Kerst, aan de vooravond van de herdenking en viering van Jezus Christus, en dat we met zijn kracht doorgaan met het goede werk wat we allemaal op ons genomen hebben om te zorgen dat we een mooi land creëren, een prachtig land waar wij, alle Surinamers, gelukkig kunnen leven en die beroemde jari verder kunnen besprenkelen. En dat doet u met uw bloed, door dat te doneren aan het Surinaams volk waarvan u niet weet wie het krijgt en waarvan de ontvanger niet weet van wie het afkomstig is. En dat is die kracht van die beroemde jari. En dat is de kracht vandaag om u te decoreren met uw nobele handeling. Mag ik bedanken. May God bless you all. Thank you.